Yo, Drop Army, super nice dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag in de video gaan wij ontdekken wat wij moeten doen op Firespit Island. Oh, wacht even. Ik heb namelijk ontdekt, 40% van jullie die kijken is nog geen lid van de Drop Army. Dus druk snel op de abonneerknop, support mijn kanaal naar de 1000 abonnees. En wij gaan nu snel beginnen met de nieuwe aflevering. Let's go! Wij moeten dus onderweg naar Firespit Island, jongens en meisjes thuis. Wij moeten er dus voor gaan zorgen dat Growlithe weer afgepakt, weer terugkomt van de boeven. Mag ik even rondlopen? Ja. Hier, we hebben een nieuwe controller, guys. Ja, onze vorige controller, ik weet niet of jullie onze Mario Kart 4 hebben gezien, maar onze vorige controller was kapot. We hebben een nieuwe controller. Die ga ik nu overhandigen aan Noahtje. En dat gaat prima. Dat gaat prima. Oh, wacht, mijn... Is die ook wel vet, hè? Die vlinder? Ja, vang maar. Ik ben benieuwd hoe jij dat gaat doen, dat vangen. Wat ga je doen dan? Zo, ik ga gewoon gelijk even maaien met die Alpha Sisser. Nou, die gaat gewoon, huppakee, great balls gooien. En vangen, of niet? Hup, hebben. Ja. Lekker jongen, goed bezig. De vulkaan, daar, dat is het eiland, daar moeten we naartoe gaan. Hoppa. Even kijken of hier grond zit. Nee. Wat doe je dan? Zo! Als je even omdraait, er zit ook nog een stukje eiland met allemaal Pokémon's. Daar, links. Daar. Maar hier links heb je toch de Piplup zitten? Die kleine pingwing. Zullen we even loeren of die er is? En die alfa voor de derde keer, die zit hier ook. Wat dan, nee? Oh, daar is die! Oh. Zo! Maar die is te sterk hoor. Die is level 60 of zo, 70 denk ik. Nee, dat kan niet. Oh jongens thuis, wat gaat hij nou toch doen? Die wil allemaal ballen aan het weggooien. Gaan we gewoon lekker weg hier. Ik vind dat we deze kikker moeten vangen. Hij ziet je niet, zie. Oké, vechten met hem. Nee. Wow, er zijn er ook twee gelijk. Het gaat nog niet heel lekker dit. We moeten naar het eiland toe, Noah. We moeten naar de vulkaan. Maar jij zei dit. Ja, sorry hoor. Liam, dat is papa's schuld. Papa zei het. Hey, sorry man. Ik word gelijk aangevallen hier. Hé, huh, Liam? Nee, ik word er niet aangevallen. Nee, jij valt mij aan. En dat vind ik helemaal niet leuk. Weten jullie nog hoe die heet, dat eiland? Nee. Waarom niet? Vaak keer gezegd. Wow. Kijk die gastje, die zit helemaal in die boom, joh. Kijk dat, joh. Hij zit helemaal vast in die boom, joh. En weg is die. Oh, level 61 ook. Is dat niet iets te heftig? Of kom hier. Wegwezen. Dit is allemaal niks, jongens. Maar die kleine zit hier ergens ook. Nou, prima. We gaan lekker naar dat eiland. We zitten morgen nog hier. Die jongens en meiden thuis zitten te kijken, die willen ook gewoon dat er een beetje tempo gemaakt wordt. Komt hij aan? Hij zegt, oh sorry, zegt die Isco. Maar hij zegt, denk je dat je de weg kan begeleiden, drop the mic. Hij zegt, oh die arme Growlithe. Ik kan me niet voorstellen wat die boeven allemaal met hem aan het doen zijn nu. Nou Iskan, stel je eens even niet zo aan. Oké guys, we gaan even lekker omhoog. Magmar. Hier zit ook Magnum. Magnum? Dat is een ijsje. Die moeten we even lekker vangen. Even voor de Pokédex. Magmar. Deze moet vet zijn. Oh, wat denkt hij dan, joh? Kom maar. Dan gaan we, Dusclops. Vies maaien, jong. Shadow Ball. Oh, tuurlijk. Let's go. Oh nee, wat doe ik nou? Druk weer de verkeerde knop in. Oh, druk ik weer de verkeerde knop in, hé. Druk de verkeerde knop in. Oké, okay. Nou, we hebben in ieder geval wel verslagen. Dus even kijken of het in ieder geval wat beter kan. Hebben we niet iets om te gooien? Oh shit. Gaan we niet iets om te gooien naar hem? Ik denk dat we gewoon deze gaan gooien. Die corns. Waar is die dan? Hier is die. Kom jij eens even hier even verder, gast. Juist, dus hebben. Ja.
zitten. Lekker jongens. Lekker Liam. Lekker jongens en meisjes thuis. Hoppakee. Waar is Magby? Als ik kijken. Oh, nee. Die kleine Magby? Ja. Is die hier ook? Kijk, die gasten zitten ons een volle bak aan te vallen. Dat is gewoon niet oké. Okay. Waar is Magby dan? Hier is hij ook niet, hè? Helaas. Waarom is Magby zo zeldzaam? Nou, weet niet. Maar maakt niet uit, die vangen we nog wel. Ik heb Alpha Magby. Een Alpha Magby? Niet. Echt? Kom. Ik ben wel een klein beetje jaloers hoor, als ik heel eerlijk ben daarop. Zijn jullie ook thuis ook een beetje jaloers daarop? Alpha Magby, die is Alpha echt Magby. Die is echt zeldzaam. Oké, wat is dit voor gekheid? Oh, wacht even, want volgens mij moeten we vechten. Nee, ja, we moeten vechten met die gasten. Gaan we eerst even kijken of we onze vrienden beter kunnen maken. Oké. Misschien als we dit doen, dat hij level up gaat, dat hij dan een klein beetje leven krijgt. Juist, en dan kunnen we super potion geven. Kijk, dat is even nadenken. Dat is super potion. Ja, hoppakee. Dat is even nadenken dit. Hoppakee, kijk eens. Gooi even potions erop. Wordt hij weer veel meer beter, die onze vriend. Zo, hoppa. Dan kunnen we weer. Oh, deze... Wie gaan we als eerste gebruiken dan? Die vogel? Nee. Luxray? Ja. Nee, doe maar gewoon onze partner. Ah, dat kan. Typhlosion, ja, dat is nu te laat. Kijk dan, even kijken wat hier gaande is. Kom op, zegt ze. Evolueren. Hij moet evolueren, die Growlithe. Zie je dat? Hij moet evolueren. Iedere Pokémon die bij deze lava komt, die moet dus gaan evolueren. Zo, daar komen wij aan, zie je eens. Wow, wij stampen wel ergens met die stampers. Oh, kijk, hier. Dan heb je dat vervelende ettertje weer. Ze zegt, rustig aan, zussen. Ik ga wel even zorgen dat deze gast weggaat. Abomasnow, nu! Dan doen we maar bite, hoppakee, let's go. Flaneren, Luxray. Dat is vies. Oh, oké, wij moeten nu nog een sterke aanval doen. Die bite moeten we doen, die bite. Juist, daar gaan we. Even flinke schade toebrengen. Oh, kom op dan. Wat gaat hij doen? Oh ja, dit is klaar. Luxray, applaus voor Luxray. Heeft goed gewerkt, Luxray. Goed gewerkt. Vuur? Super effectief is dat. Super effectief vuur. Deze moet eigenlijk niet afgaan hoor. Doe maar die tweede. Ja, dit is klaar. Dit is zo goed gedaan. Dit is zo goed gedaan. Die Growlithe, die laten we even zien uit welk hout we gesneden zijn. Of niet jongens, zei. Maar ja, zusje, het wordt misschien tijd dat je gewoon eens een keer weggaat. En niet meer boeven gaat uithangen. Want dat is gewoon niet oké. Ze zegt, hoe durf je die arme Abomasnow te laten battelen in deze belachelijke warme plek? Maar heel even terug, oké? Heel even terug met z'n allen. Wie is er begonnen en wie er wilde vechten dan? Wij of zij? Zij. En nu geeft ze ons dus de schuld. Dat is toch niet eerlijk? Ze zegt, Toxicroak, let's go. Laten we wat gif of deze niet uitgenodigde gast knallen. Effectief. Kijk eens, let's go. Vlammen. Ik ga vallen. Oh ja. Oh! Niet zo heel zin, hè? Ah, wel zin. Let's go, nog een keer en dan is het klaar. Kom maar. Ja, we kunnen nou een Super effectief. Maaien. Juist! A5. Wow! Goed gedaan, Matje. Ze zegt, ik ga jou het betaald zetten voor elke pijn die ik heb moeten doorstaan. Oké. Zij luistert gewoon niet. Hij heeft de lak aan. Doe nog maar een keer proberen. Ja, nu luistert hij wel. Oh, chills, hè. Waarom luistert hij er net niet? Ja, omdat Pokémon's boven de level 40, die luisteren nog niet naar ons. Dan moet je dus sterren voor researchen. Hoe meer sterren je hebt, hoe hogere level Pokémon's naar je luisteren. Oké, dan moeten we toch voor die Dusclops gaan. Ja, Dusclops moet het dan even afmaken. Shadowballetje gooien. Netjes, dit is netjes. Je kijkt niet eens meer. Ah, wij waren wel veel sterker dan. Oh ja. Dit wordt een hele spannende eindstrijd. Doe eens eentje naar beneden. Ja, en die is sterk. Ja, fantastisch, dit is hem. Kom op dan, Straptor. Boom! Oh!
Niet afgaan, niet afgaan, niet afgaan, niet afgaan. Yes. Kom op, nog een keer. Ja, ik ben wel echt trots op jou, man. Je neelt hem wel even gewoon. Hoppakee, nou heb je goed gedaan. Deze is wel sterk, deze gast. Nou, we zitten neelen en te doen, hoppakee. Deze gast is wel sterk. Ja, de gast is een mevrouw. Oké, Drop Army, dat was de aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Knal die duim omhoog. Support mijn kanaal naar de 1000 abonnees door op de abonneerknop hieronder te drukken. Voor nu zeg ik, super bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Mazzel!